thuis op de bank en je moet voor volgend jaar een keuze maken voor een nieuwe school. Wat ga je doen? En wie gaat je daarbij helpen? Deskundigen zitten bij mij in de studio, namelijk Veronique. Goedemiddag, Veronique. En Albert. Goedemiddag. Goedemiddag, Albert. En zij zijn teamleider van de brugklas hier op Develstein College. We hebben ook twee leerlingen. Cas. Ja. Hallo, Cas. En Naomi. Hallo, Naomi. Welkom. En zij gaan antwoorden geven op een hoop vragen vandaag. En misschien wel vragen van jou. Want je kunt live ook in de uitzending komen met je vraag door de vraag te stellen. Wie weet komt die wel hier. We gaan beginnen, dames en heren. De keuze van een nieuwe school. Ja, welke opleiding past nou bij jou? Welke school past bij jou? Wat biedt de school nou precies? Daar gaan we allemaal antwoord op geven vandaag. Veronique, ik wil bij jou beginnen. Ja, mag. Waar denk jij nou aan als het gaat om die overstap van groep 8 naar die middelbare school? Nou, vooral dat een leerling op de juiste plek zit. Op een school waar hij of zij zich goed voelt, het juiste niveau. Ja, een standaard leerling bestaat eigenlijk niet. Nee, en daar gaat het uiteindelijk om jou, om de leerling. En dus gaan we naar Cas. Yes. Cas, jij zit in VWO 4 inmiddels. Dat klopt Dus inderdaad, het is ja. even geleden dat Cas in de brugklas zat. Ja. En je bent junior mentor. Ja, zeker. Oké. Waarom, weet je dat misschien nog, waarom heb jij toen gekozen voor Develstein College? Nou, mijn broer en zus die zaten al op het Develstein College. En ja, die hebben eigenlijk altijd hele prettige ervaringen gehad met het Develstein College. En ja, toen ben ik eigenlijk zelf naar de open dag geweest. En ja, eigenlijk was de keuze voor mij snel gemaakt om hier naartoe te komen. Oké, duidelijk. We gaan helemaal naar de overkant, Naomi. Voor jou eenzelfde soort vraag. Jij zit nu in de vierde van het HAVO. Oké. Hoe heb jij toen die overstap ervaren van groep 8 naar de middelbare school? Ik vond het best wel heel erg spannend. Ik was best wel verlegen. En je komt dan in een klas waar je misschien één of twee mensen kent. En dat kamp heeft er echt voor gezorgd dat ik het minder spannend ging vinden. Want je kent dan ineens iedereen. En zeker als je dan de eerste dag hier echt op school komt, gaat het zo makkelijk en is het zo gezellig. Dat komt helemaal goed. Ja, en daar zeg je iets, want de eerste dag dat je hier op school komt, normaal gesproken lopen eigenlijk deze avond, lopen er een heleboel leerlingen zoals jij lopen hier de sfeer te proeven. Die lopen hier door de gang en die kijken naar verschillende lessen. Dat kan helaas allemaal niet. Alhoewel, het kan toch een beetje, want via de Open Dag-app kun je live hier meekijken met de vlogs en toch een beetje sfeer proeven. Albert. Die sfeer, dat is belangrijk. En die probeert het Develstein te creëren Ja. door eigenlijk een junior college. Kan je iets meer vertellen over dat junior college? Natuurlijk. Om de overgang tussen basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, het Develstein College, zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij het junior college. En dat is speciaal voor jullie. Eerste en tweede klasses zitten samen bij elkaar in dat junior college. En je moet je voorstellen, je hebt een eigen plein waar je komt. Je hebt een eigen ingang. Je hebt een eigen aula, een eigen kluisje en ook eigen leslokalen in het junior college. En je zit daar als eerste en tweede klasser vertrouwd bij elkaar. En op die manier proberen we jullie zover mogelijk te helpen. Nou, dat is eigenlijk wel heel fijn. Toch een beetje het Ja. kleinschalige pakken van het groep Ja, 8 van de zeker. basisschool. Dan heb je nog zo'n verschil met de basisschool, want je hebt natuurlijk een heleboel vakken ineens. Hoe zit dat precies op Develstein College? Ja, je krijgt heel veel vakken in de brugklas. We hebben ervoor gekozen om een breed aanbod van vakken te verzorgen. We vinden het heel belangrijk dat er een brede vorming is, dat je breed gevormd wordt in die onderbouw. Dan weet je een beetje waar je talenten liggen, wat je goed kunt. Waar je op een gegeven moment goed in bent. En dan kun je een goede keuze maken voor de middenbouw en voor de bovenbouw. Dus we kijken eerst even naar wat is nou jouw talent? En als jij weet waar je talenten liggen, waar je kracht zit, dan kun je een goede keuze maken. Vandaar dat brede pakket. Nou moet ik er nog wel even één ding bij zeggen, want dat junior college, dat is niet een apart schoolgebouw. Het zijn wel. Het is wel een scheiding binnen ons gebouw. En we hebben natuurlijk ook te maken met praktijklokalen. En dan kom je wel eens een keertje een bovenbouwer kom je tegen. Maar voor het grootste gedeelte zit je in een veilige, vertrouwde omgeving bij ons op school.
Oké, dankjewel. Ja, de kans is dus een stuk kleiner dat je door een bovenbouwer zo aan je tas aan de kapstok wordt gehangen. Die kans is wat kleiner. En Cas, jij bent inmiddels toch wel zo'n bovenbouwer. Hè? Maar vond jij het toen, het junior college, ook zo fijn? Ja, ja, ik vond het heel fijn. De sfeer was hier altijd gewoon heel erg gezellig. En het maakt het, zoals daarnet al is gezegd, heel erg fijn dat je gewoon tussen je eigen, zoveel mogelijk tussen je eigen leeftijdsgenootjes zit. En dan in de pauze lekker een potje voetballen in een sportveld hiernaast, dat maakt natuurlijk helemaal af. Een voetballer, dames en heren. Dat is goed om te weten, daar hou ik van. We gaan naar Veronique terug. Veronique, we hebben een hoop brugklassen, een hoop verschillende brugklassen op het Develstein College. En een breed aanbod. Kan je daar iets meer over vertellen? Zeker. We vinden het eigenlijk gewoon heel erg belangrijk dat een kind op de juiste plek zit. We hebben 5 brugklassen. We hebben een VMBO-T-HAVO-klas, of een VMBO-T-klas, dan een VMBO-T-HAVO-klas. Dat noemen we een dakbankklas, daar kom ik zo even op terug. Een HAVO-ateneumklas, een aparte ateneumklas en een aparte gymnasiumklas. In die dakbankklassen gaan leerlingen in eerste instantie les krijgen op het eerstgenoemde niveau. En op het moment dat dat goed gaat, gaan ze uitgedaagd worden op dat tweede genoemde niveau. Dat doen we bewust, want we vinden het belangrijk om een leerling positief uit te dagen. En eigenlijk gedurende het schooljaar zal blijken wat het beste bij een leerling past. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor een VMBO-T-HAVO, of een VMBO-T-klas waar een leerling uiteindelijk naar de HAVO gaat. Maar in ieder geval gedurende een jaar zal blijken wat een leerling best past. En wat is dan precies het verschil tussen al die niveaus? In principe hebben ze wel gewoon dezelfde vakken, maar het gaat er meer op de manier waarop de stof wordt aangeboden. De snelheid, de soorten opdrachten, wordt er meer getoetst op kennis of op inzicht. Dus dat maakt het verschil. En zo'n rooster, ik kan me voorstellen, dat is ook nieuw natuurlijk voor die kids. Hoe ziet dat er precies uit? We beginnen de dag eigenlijk met een startuur. Dat is een uur waar een leerling zelf voor kan kiezen. Daar gaat mijn collega ook nog vast ergens iets over vertellen. Of ik zelf, ligt eraan waar de vragen komen. Dan hebben we lessen. Die zitten doorgaans tussen het eerste en het zesde uur. Leerlingen zijn doorgaans rond 2:30 uit. En daaronder hebben we nog een band. En daar zijn begeleidingsvormen en extra's. Maar voor het gros van de leerlingen geldt dat ze rond 2:30 klaar zijn. Dat is wel erg lekker, 2:30 uit. Voetballen wordt dat, voetballen op het schoolplein. Dan ben je om 2:30 klaar. En dan kan ik dan wat extra's kiezen? Ook. Er zijn leerlingen die kiezen bijvoorbeeld voor het sportpakket of voor art performance. En we hebben ook nog obelisk in de brugklas. Dus voor de leerlingen die wat extra's willen doen, kan dat. En stel nou, als ik terugkijk naar mijn tijd, was ik niet zo best in wiskunde bijvoorbeeld. Dus ik heb juist eigenlijk die tijd nodig om daar wat meer aan te doen. Kan ik daar ook hulp in krijgen? Ja, tuurlijk. De ene leerling heeft wat extra uitdaging nodig, maar de andere heeft net een zetje in de rug nodig. We hebben natuurlijk mentoren, decanen, leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werk, zorgcoördinator. Dus het ligt er maar net aan per leerling wat je even nodig hebt. En dat kan iets extra's zijn of dat steuntje. Dankjewel, heel duidelijk Veronique, dankjewel. Dat steuntje in de rug, dat kunnen ook de junior mentoren bieden. Want elke klas in de brugklas die heeft ook junior mentoren naast de gewone mentor voor extra hulp. Naomi, je bent zo'n junior mentor in de brugklas. Welke klas, weet je dat? Van TH12. TH12. Kun je meer vertellen aan de kids wat je dan doet in zo'n jaar? Als junior mentoren helpen wij vooral met het wegwijs maken binnen de school. Dus we leiden ze rond. We leggen uit hoe ze hun rooster kunnen bekijken, hoe de app werkt waar wij mee werken, waarin ze het huiswerk en cijfers kunnen bekijken. We leren ze verschillende manieren van leren aan, maar ook toen wij het Sinterklaasfeest organiseren en de kerstviering. En ze kunnen bij ons altijd terecht voor vragen. Nou, dat is hartstikke fijn en zeker ook wat leuke dingen zoals Sinterklaas of kerstvieren in de klas. Albert, we switchen terug naar jou. Ja. We hebben het al over een breed aanbod gehad, maar nog niet over een breed zorgaanbod, wat Develstein ook te bieden heeft, toch? Ja, zeker. Ja, jullie hebben nu een groepsleerkracht in groep 8. En je gaat altijd gewoon naar die groepsleerkracht toe als je iets hebt. En hier op school hebben wij geen groepsleerkrachten. Hier zitten docenten. En je krijgt in die brugklas speciaal een mentor. En die mentor, dat is jouw aanspreekpunt. Daar ga je gewoon iedere keer naartoe als er even iets aan de hand is. Of als je even iets wilt delen met hem.
Bijvoorbeeld als je een keertje een goed cijfer hebt gehaald, dan ga je even naar je mentor toe en dan ga je even met je mentor daarover spreken. En die mentor die begeleidt jou ook zoveel mogelijk in dat eerste jaar. Die gaat jou helpen. Als je even wat hulp nodig hebt, dan zal je van hem altijd of van haar bemoedigende woorden krijgen. Nou, daarnaast worden jullie in dat eerste jaar getest. Er zijn signaleringstoetsen, zo worden die genoemd. Bijvoorbeeld een dicté. Daar starten alle brugklassen starten daarmee. Dan wordt er even gekeken of hoe het zit met je spelling. Nou, als het nou is, als nou mocht blijken uit die toets dat het niet helemaal lekker is, dan krijg jij extra lessen spelling. Dat zijn de zogenaamde reteachingslessen. En dan wordt jouw spellingniveau wordt weer een beetje op, omhoog gekrikt. Mocht het nou zijn dat je nog steeds problemen hebt met spelling, dan kan het ook gebeuren dat je extra begeleiding nodig hebt en dat dat individueel moet gebeuren. Dan staan onze remedial teachers voor jou klaar en die gaan jou dan helpen. Heb je dyslexie, dan is er een speciaal iemand voor jou om je te begeleiden bij die dyslexie. Als je dyscalculie hebt bijvoorbeeld, een probleem bij rekenen, dan is er ook speciaal iemand bij ons op het Develstein College die jou daarbij gaat helpen. Nou, het kan dus zijn dat het even sociaal-emotioneel niet meer zo lekker met je gaat. Dat kan. Ik zeg er wel eerlijk bij, de meeste leerlingen, daar is dat natuurlijk helemaal niet aan de hand. Maar er zijn altijd uitzonderingen. En als het dan even niet lekker met je gaat, dan hebben we nog een speciale zorg voor jou. Want dan hebben wij leerlingbegeleiders. En die leerlingbegeleiders die zullen gesprekken met je gaan voeren om je weer wat verder te helpen. En daarnaast maken we ook gebruik van schoolmaatschappelijk werk. Dus ook op het Develstein College is er een breed zorgaanbod. Nou, dat is hartstikke fijn om te horen dat we eigenlijk verschillende aspecten hulp kunnen bieden. Ja. Kan ik me ook voorstellen dat het afgelopen jaar toch wat achterstanden zijn opgelopen op een bepaald vakgebied. Bijvoorbeeld dat je rekenen of wat spelling Nederlands. Dat je daar wat in achterloopt nu door het wegvallen van bepaalde lessen. Kunnen we daar iets mee op Develstein? Ja, dat kan ook. Mocht het nou zijn dat je bepaalde achterstanden hebt opgelopen. Dat kan natuurlijk vanwege corona. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar het kan ook zijn dat je op een gegeven moment erachter komt dat als jij eenmaal in de lessen zit bij ons, dat je denkt van hey, dat lesje Frans, dat snap ik nog niet helemaal. Nou, dan kun je dat natuurlijk altijd vragen aan de docenten bij ons op school. Maar als je denkt van nou, ik wil daar toch nog eens wat meer van weten, dan kun je je bij ons intekenen voor een startuur. En die starturen, die beginnen aan het begin van de dag. En dan kun je dus extra vragen stellen aan de vakdocent. Je mag daar zelf voor intekenen. Iedere ochtend is er een startuur. En de ene keer is het een startuur Frans. En dan is het een startuur wiskunde. En dan is het een startuur Nederlands. En dan is het een startuur Engels. Voor al die leervakken zijn er starturen. En jij mag je daarvoor intekenen. En dan kun je dat uur kun je volgen. Nou is niet zo dat tijdens dat startuur dat een docent een lesje gaat geven. Want dat is dan even niet de bedoeling van dat startuur. Tijdens dat startuur moet je zelf met vragen komen. En dan gaat die docent jou daarbij verder helpen. En iedere week weer kun je intekenen voor een startuur. Dat hoeft niet iedere keer hetzelfde uur te zijn. Het mag ook iets anders zijn, een ander vak. Dat is het eigenlijk voor het startuur. Oké, nou heel duidelijk. Gelijk starten zou ik zeggen. Ja, ja. Zou ik ook doen. Nou heb ik toch gelezen ook op jullie site. De Develstein doet iets met flexuren of flextijd. Nou, dat klinkt best flex. Maar is het ook zo flex, Albert? Kan je iets vertellen over flextijd? Ja, het lijkt mij wel flex. Dat je zelf wat mag bepalen tijdens de les. Het is wel volop in ontwikkeling bij ons op school, maar we willen wel een stukje flextijd inbouwen in het hele lesprogramma binnen de brugklas. En hoe ziet dat er dan uit? In een les kan een leerling misschien nog wel wat extra uitleg gebruiken. Dan kan hij ervoor kiezen om nog even een keertje naar de docent te luisteren. Het kan ook zijn dat je denkt van ja, weet je, dat wat die docent er allemaal ziet vertellen, dat weet ik eigenlijk allemaal wel. We gaan het op een andere manier doen. Ik ga wel aan het werk met mijn huiswerk. Dus dan ga je gewoon met extra opdrachten voor Nederlands of met je huiswerk ga je aan de gang.
Ben je nou klaar voor dat vak, dan kun je ook nog kiezen om huiswerk te gaan maken voor een ander vak. En misschien moet je wel een opdracht uitwerken. En dat hoef je dan niet per se in de klas te doen, maar dat kan bijvoorbeeld in ons studiecentrum. Dus mogelijkheden zat. Flexen dus bij ons op het Develstein College. Flexen, nou dat zou een motto moeten zijn. Dat dacht ik. Dat denk ik ook. Oké, dankjewel Albert. We gaan switchen naar Veronique. Veronique, we hebben een heleboel gehoord van Albert al over de verschillende kanten die het Develstein biedt. Mm-hmm. Op zorg en op vakken. Wat hebben we nog meer te bieden? Hebben we nog meer? Ja, ik heb net al eventjes genoemd bijvoorbeeld het sportpakket en het art performance in de brugklas. Dan moet je eigenlijk een beetje zo zien dat leerlingen die het leuk vinden om 2 uur extra op school te zijn, bijvoorbeeld voor sport, die kunnen dan kiezen daarvoor bovenop het gewone rooster. Belangrijk is om dan te bedenken dat je het leuk vindt om van verschillende sporten iets te leren. Dus je gaat zowel breakdansen als voetballen als turnen. Ben jij nou iemand die zegt, nou ik wil eigenlijk alleen maar voetballen, dan is het sportpakket misschien niet voor jou geschikt. Dus daar moet je goed over nadenken. Maar ook het art performance, daar geldt hetzelfde. Daar ga je niet alleen met toneel aan de slag, maar ook bijvoorbeeld met zang, met film, met dans. En ook 2 uur extra per week. Nou, dan kunnen we verder kijken. VMBO-T, wat heeft dat dan te bieden? In de bovenbouw kun je ook kiezen voor sport en voor kunst als examenvak. Voor design and technology, waar we trouwens volgend jaar in de brugklas al een beetje mee gaan beginnen. Wordt een nieuw vak. Voor alle niveaus geldt dat leerlingen VTO kunnen kiezen. Dat is versterkt talenonderwijs. Denk daarbij aan een Cambridge certificaat halen. Maar ook voor Frans of voor Duits kun je een extra certificaat halen. Dat geldt op alle niveaus, dus VMBO-T tot en met VWO. Als we kijken naar HAVO-VWO, de bovenbouw, kunnen leerlingen ook nog kiezen voor elementair boekhouden bijvoorbeeld. Voor wiskunde D of informatica. Dus eigenlijk is er best veel te kiezen. Een hele hoop keuze dus. Stel ik ben wel een sportief type. Mm-hmm. En ik zou op vrijdag laatst 2 uur wel meer willen sporten in dat sportpakket. Hoe meld ik me daar dan voor aan? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Sowieso ga je straks aanmelden voor een school. Mag dat bij ons op school zijn? Dan kun je met een kruisje heel simpel aangeven. Ik wil graag het sportpakket volgen. Of ik wil art performance volgen. En verder is het natuurlijk belangrijk het advies van de basisschool. We hebben daar altijd heel veel contact over. Zodat je precies in de goede klas komt. Maar ja, voor het sportpakket of art kun je daar eigenlijk meteen al op aangeven. Nou, super. Dat ga ik doen. Leuk, leuk. Dan hebben we het ook over het brugklaskamp gehad. En het Develstein College die begint eigenlijk elk jaar, het eerste jaar in ieder geval, met een brugklaskamp. Dat ging natuurlijk dit jaar helaas niet door de corona. Cas, yes. Jij bent nog wel op kamp geweest toen jij in de brugklas zat? Ja, zeker. Ja, hoe vond je dat? Superleuk. Leuk, ja. Dit jaar was het natuurlijk even anders, want je hebt een klas begeleid in een introductieweek hier op school. Ja, zeker. Vertel. Nou, het was natuurlijk heel erg jammer dat dit jaar het brugklaskamp niet door kon gaan. We hopen dat volgend jaar wel weer door kan gaan. In de introductieweek of kennismakingsweek hebben we eigenlijk vooral spelletjes en activiteiten gedaan. Net zoals op het brugklaskamp, waarmee je elkaar eigenlijk beter leert kennen. Jij en je klasgenootjes. Zo begin je eigenlijk aan je nieuwe school met al wat vrienden. Gelukkig ook nog wat leuks op school. Ja, en dat is wel belangrijk, want naast het leren en het plannen en al die dingen die moeten, ook nog wat leuke dingen in de klas. Bijvoorbeeld excursies, reizen, feesten. Ja, het lijkt heel ver weg op dit moment, maar het is er normaal gesproken allemaal wel. En Albert, er komt nu ook bij dat digitale onderwijs. Want of we het nou leuk vinden of niet, het moet. Ja. Het hoort erbij. Is dat ook de reden dat volgend jaar de brugklassen een laptop ontvangen? Nou, niet helemaal. In de lessen wordt er ook gebruik gemaakt van de digitale wereld, om het maar even zo te zeggen. Er zijn bepaalde vakken die al digitale methodes hebben. Dus dat betekent dat dat wel via een laptop gebeurt. Het is wel handig dat iedereen een eigen laptop heeft, want je kunt dan ook je werkstukken uitwerken op die laptop. Er zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden.
Je ouders moeten dat gaan betalen. Dat is dus vanzelfsprekend. Dat hoeft niet gelijk in één keer. Dat kan over een aantal jaren kan dat verdeeld worden. Dus dan valt het allemaal wel mee met de onkosten. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat het niet een vervanger is van de boeken. Want wij werken nog wel met boeken, maar we zien het echt als een hulpmiddel. Zo wil ik het eigenlijk wel zeggen. En ja, nu ben ik toch een beetje zo aan het praten over dat digitale. En ik kom even met iets wat ik heb een verrassing voor jullie. Laat ik dat zo even zeggen. Want ik vind het zo jammer dat ik jullie dit jaar met je meester of met je juf niet op het Develstein College kon ontvangen. Want dat is altijd een waar feest. Ik zie iedere keer die klassen weer met heel erg veel plezier komen. Nou, als alternatief hebben mevrouw de Visser, Veronique en ik, zijn wij al langs geweest op de basisscholen. En we hebben bij de meeste van jullie hebben we wel wat vragen kunnen beantwoorden en wat informatie kunnen geven over het Develstein College. Maar ergens voelt het nog niet goed. Dat moet ik je er eerlijk bij zeggen. Dus, wat hebben we nou gedaan? We hebben speciaal voor jullie een verrassing. Kijk, ik zal het je even laten zien. Ik pak het er even bij, want ik mocht het hier niet opzetten, maar ik ga hem nou even pakken. Kijk, ik heb een speciale box heb ik voor jullie gemaakt. En je ziet het hier al voorop. Daar staat het logo van het Develstein, staat erop, van het Develstein College. We hebben drie lessen hebben we voor jullie bedacht rondom kasteel Develstein. En er zijn drie vakken geweest, drie docenten die voor jullie een hele uitdagende les hebben neergezet. En dat zijn de vakken geschiedenis, en dat is het vak Engels, en dan is het vak wiskunde. En die lessen, die instructiefilmpjes, ja, die kan ik natuurlijk, kan een docent het natuurlijk niet bij jullie in de klas komen laten vertellen. Dus jullie krijgen filmpjes toegestuurd van het Develstein College. En dan kunnen jullie dus een lesje wiskunde volgen, zoals dat bij ons op school gebeurt. En dan heb je dus echt een docent wiskunde die het een en ander gaat vertellen. Nou heb je daar natuurlijk ook materiaal voor nodig. Dat materiaal, dat ga ik allemaal stoppen in deze doos. Dus die doos is voor jullie heel herkenbaar, want als je die doos in de klas ziet staan, dan weet je al dat je meester of juf hiermee aan de gang gaat. Nou, dat is niet het enige wat ik in deze doos stop, want ik stop daar ook iets in als een soort pleister op de wond. Want ik vind het vervelend dat ik jullie niet hier iets moois kan geven, dus ik stop er ook nog een cadeautje in voor jullie. Kijk, die doos die ziet er als volgt uit. Dus hè, hier zie je de kennismakingslessen. Dan hebben we hier sportpakket heb ik aan deze kant. Hier hebben we het kasteel Develstein en aan die kant zien we het art en performance logootje, het reclamefoldertje. Nou, hou die doos in de gaten. Vanavond gaat de premier bespreken en die gaat tegen jullie zeggen dat jullie volgende week weer naar de basisschool mogen. Dus ik kom in de loop van volgende week, zul je mevrouw de Visser of mij, zul je zien in je klas en dan komen we even die doos brengen. En dan hoop ik dat jullie heel erg veel plezier beleven aan die kennismakingslessen van het Develstein College. Nou, ik wilde het toch even zeggen tegen jullie. Ja, leuk. Ik vind het zo sneu voor die kinderen. Net kerst. Met al die cadeaus. Ja. Zo is het. Okay. Zo is het. Goed, dankjewel Albert. En wie weet zie je Albert of Veronique dus volgende week zomaar wel in de klas. Wij gaan naar de live vragen, want er komen een hoop live vragen binnen van jullie thuis. En daar wil je antwoord op, dat snap ik. Dus wie weet komt jouw vraag wel live in de uitzending. Veronique, ik begin bij jou, een vraag van thuis. Kunnen wij als ouders aangeven dat een leerling bij een vriendje of een vriendinnetje in de klas komt? Ja, nou, eigenlijk houden we er sowieso al wel rekening mee als leerling van een bepaalde school komen. Maar op het einde kan aangegeven worden bij wie jij in de klas wil. Oké, dus dat is fijn. Ja. Dan nog een vraag. Eens even kijken. Laura die vraagt: krijg je voor elk vak huiswerk? En zo ja of zo nee. Hoeveel tijd gaat dat ongeveer kosten per dag? Sowieso. En dat heeft Cas eigenlijk net ook al eventjes verteld volgens mij. Het wordt een beetje opgebouwd. Je krijgt niet voor alle vakken huiswerk. We hebben natuurlijk ook praktijkvakken, dus dat doen we niet. Je krijgt altijd tijd om in de les al wat te gaan doen. Dus het ligt ook een beetje aan jouzelf.
Als je die tijd goed gebruikt, heb je minder huiswerk voor thuis. Dus ik kan niet zeggen, nou, het is zoveel minuten huiswerk per dag. Dat ligt ook een beetje aan jezelf. Doe zoveel mogelijk in de klas zelf, dat scheelt je thuis. Ja, oké. Ik krijg zelfs die vraag een paar keer. Hoeveel tijd dat kost en voor elk vak. Nou, dit lijkt me heel duidelijk. We gaan naar Jari. Jari die vraagt, als je bijles krijgt, krijg je dan alleen of met meerdere kinderen bijles? Albert, die ga ik even aan jou stellen, denk ik. Ja, je bedoelt denk ik het, Jari, je bedoelt denk ik het startuur. Nou, het kan zijn dat jij als enige voor dat startuur hebt ingetekend. Dus dan krijg je de uitleg van de docent alleen. Het kan ook zijn dat er meerdere leerlingen voor het startuur hebben ingetekend. Het zijn wel, moet ik erbij zeggen, dat startuur, het gaat om kleine groepjes leerlingen. Hooguit 10, 12 leerlingen. Meer niet, want anders dan heeft het eigenlijk weinig zin. Ja, anders wordt het keten. Dan wordt het keten, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Het zijn natuurlijk ook allemaal individuele vragen van leerlingen. Dus Ja. Ik heb hier nog een goede vraag. Ik denk zomaar dat Cas het antwoord daar wel op weet. Oh. Ja, de vraag is, ik had een lekker band, mijn hamster is dood. En de brug stond open, oftewel ik ben te laat. Cas, en dan? Wat gebeurt er dan? Nou, als je te laat bent, dan kan je natuurlijk hebben dat je docent je matst als je inderdaad een goede reden hebt. Maar stel je bent anders te laat, dan moet je een briefje gaan halen. Dat briefje moet je halen op de eerste verdieping. Daar heb je dan een receptie zit daar. Daar hou je dan je briefje. En dan moet je de volgende ochtend voor 8 uur... Of is dat nog steeds 8 uur? Ja. Ja, ja. Het is nooit te laat, hè? Nee, ik dacht dat jij zo bent. Ik ben nooit te laat geweest, inderdaad. Voor 8 uur moet je dan melden. Meld je dan niet de volgende dag om 8 uur. Stel je meldt je wel, dan is het gewoon, dan is er niks meer. Stel je meldt je dan niet, dan moet je een uur nakomen in 019. In 019? Ja, klinkt spannend. Ik denk dat we daar, dat de volgende vraag is in ieder geval van mij. Wat is dat dan? Nou, 019 is eigenlijk een lokaal. Stel je moet bijvoorbeeld, zoals ik al zei, nakomen. Dan dat uur wat je moet nakomen, spendeer je daar. Maar bijvoorbeeld ook wanneer je een toets hebt gemist vanwege bijvoorbeeld speciaal verlof, dan maak je die toets ook daar. Oké, nou dat lijkt me duidelijk. Ik hoop dat het niet voorkomt, jongens. Zo'n briefje te laat. Eens even kijken. We gaan, Veronique, naar jou toch even terug, denk ik. Het gaat over het sportpakket. Mm-hmm. En de vraag is of ik daar talent voor moet hebben. Moet ik een bepaalde sport heel goed kunnen? Dus is er een soort selectieprocedure of niet? Of mag iedereen dat doen? Hoe zit dat? Nou, je hoeft niet per se een speciaal talent te hebben. Je moet het vooral leuk vinden. Gewoon de inzet ervoor hebben om dat te doen. We hebben normaal wel een intake. Ik weet niet of die dit jaar doorgaat. En we kijken daar vooral gewoon hoe je lekker mee beweegt. En eigenlijk worden bijna altijd alle leerlingen wel aangenomen. Soms hebben we wel eens even een vraag over een leerling. Hebben we even contact met de basisschool. Want soms zijn er wel eens leerlingen die denken, nou, ik wil het graag kiezen omdat mijn vriendje of vriendinnetje het kiest. Of je hebt misschien eigenlijk wat meer moeite met bewegen. Maar daar hebben we eigenlijk weer andere begeleiding voor. Maar eigenlijk helemaal geen speciaal talent. Je moet het leuk vinden. Dat is het. Ik blijf even in die hoek, want daar komen ook een hoop vragen over, waarvoor dank. Het sportpakket en eigenlijk ook Art Performance, is dat dan alleen voor de eerste en tweede klas? Ja, Art Performance is inderdaad voor de eerste en tweede klas. Misschien is het goed om te zeggen dat je niet per se het eerste jaar gedaan hoeft te hebben om het tweede jaar te kiezen. Want ik kan me voorstellen dat je hier begint en je denkt, nou, ik wil eerst eens even kijken hoe dat gaat op Develstein. Hoe komt dat uit met mijn eigen sport en mijn huiswerk? En je denkt, nou, ik wil een tweede jaar starten, dat kan ook gewoon. Ja, maar we hebben dat alleen in het eerste en tweede jaar. Ik zal ook uitleggen waarom. In de bovenbouw hebben we namelijk diezelfde vakken, maar dan als examenvak. Je kunt kiezen voor kunst als examenvak. Je kunt kiezen voor LO2 of BSM. Dat is eigenlijk sport als examenvak. Dus vandaar dat het sportpakket dan ophoudt. Oké, nou duidelijk, dankjewel. Naomi, we gaan even naar jou, een paar vragen. Ik zie hier bijvoorbeeld een vraag. Ja, toch wel weer huiswerk. Dat leeft heel erg, huiswerk. En de begeleiding van het huiswerk wordt gevraagd. Nou, weet jij misschien wel wat van je? Want jij begeleidt op dit moment leerlingen in de klas. Klopt. Nou ja, niet op dit moment, maar voorheen natuurlijk wel. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, wij proberen de leerlingen vooral te ondersteunen met het inplannen van het huiswerk. Dus wanneer gaan ze het maken? En aan het begin, als ze hier net op school zijn, krijgen ze ook nog niet meteen voor alle vakken huiswerk. Alleen voor de kernvakken, dus wiskunde, Engels en Nederlands.
En zo langzamerhand wordt dat steeds meer opgebouwd en zo proberen wij ze te helpen met inplannen. Oké, en hoe vaak is dat per week ongeveer, die begeleiding? Dat doen wij in het mentor- en studieuur. Mentor en een studie, dus 2 uurtjes in de week. Oké, is daar begeleiding sowieso al voor. Albert, is er daarnaast dan ook nog, ja, je hebt het net al wel iets van over genoemd, extra begeleiding, maar qua plannen, huiswerk maken, dat soort dingen? Is daar extra tijd voor en extra mogelijkheid voor? Nou, dat extra plannen, dat gebeurt in eerste instantie gebeurt dat natuurlijk in de studieles. Dat is echt een activiteit ook onder leiding van de mentor en van de junior mentoren. Het is natuurlijk ook iets voor de vakdocenten die leerlingen moeten helpen bij het plannen van de leerstof. En mocht je nou helemaal vastlopen, dan hebben we natuurlijk ook nog de zorg. En de zorg kan je daar ook nog bij helpen. Dus we geven ook nog wel eens een cursus leerstrategieën bijvoorbeeld. Dus dat zou je dan kunnen volgen. Oké, ja, ik ga toch terug even naar je doos. Oh. Ja, de mensen zijn toch helemaal in rep en roer door jouw doos. Oh, zo, dat vind ik nog wel leuk om te horen. De vraag is eigenlijk vanuit verschillende scholen of je daar langskomt. Weet je dat al? Weet je de verschillende scholen al? Of je daar ja, komt? Ja. Oké, de vraag is bijvoorbeeld de Waterleden, de Watervlinder. Kom je daar? Daar kom ik. Ja, daar zeker. Gaat Albert heen. Ja. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, ik kom op de scholen in... In Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. En ik ga ook naar de school in Heerjansdam. Naar de school in Heerjansdam, daar ga ik het brengen. Ik ga ook naar een aantal scholen in Dordrecht zelfs. En ik ga ook naar Alblasserdam. Dus, Alblasserdam, kunnen... toevallig het Nokkewiel? Het Nokkewiel, willen ze dat? Oh, wil het Nokkewiel ook? Nou, ja, Mariette vraagt, kom je ook naar het Nokkewiel? Oh, dan kan ik ook zomaar naar het Nokkewiel toe komen. Jazeker. Op ideeën, heel goed, ja. Heel goed. Heel goed. Dus het is een happening. Dat is het. Goede actie. Vol. Wij hebben ons al langskomen. En de Waterlelie, ja. Dat zal ik zijn. Ja. Leuk. Waterverlinder moet ik zeggen. We kijken er al naar uit om weer eventjes binnen te komen. En weer even in de klas te zijn bij jullie. Heel goed. Dan krijg ik een vraag. Ja, ik vind hem wel heel leuk. Waarom heet het eigenlijk Brugklas? Ik zou niet weten waarom dat zo is. Weet een van jullie dat? Waarom heet het eigenlijk Brugklas? Een hele grappige vraag. Ja, goede vraag. Mega-vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, een brugklas is natuurlijk om te onderzoeken eigenlijk naar welk niveau je het beste kunt. En wij hebben een 1-jarige brugperiode. Er zijn ook scholen die hebben een 2-jarige brugperiode. En wij proberen dus eigenlijk, natuurlijk in 2 of in 3 jaar, proberen wij zoveel mogelijk leerlingen op het juiste niveau te krijgen. Maar bij ons is het dus zo dat we eigenlijk maar een 1-jarige brugperiode kennen, waarin we dus heel makkelijk kunnen switchen. Naar een ander niveau. En daar zitten natuurlijk ook die dakpanklassen zitten daarin. Die dakpanklasstructuur is ook heel erg belangrijk voor ons. En ook voor kinderen. Nou, ik denk dat deze leerling misschien wel bedoelt brug. En dan misschien het bruggetje, weet ik niet. Maar ik denk dat het komt oorspronkelijk van basisschool naar middelbare school. Ja, de brug. Ja dat is wel heel goed. Nooit over nagedacht, goede vraag. Ja. Slimme vraag, ja, heel goed. Kas, een vraag voor jou. We hebben hem van Anoniempje. Spannend. Het is bijna Valentijn. Wat doe jij op 14 februari, Kas? Dat is de vraag. Nou, ik doe helemaal niks op 14 februari. Je kunt hem bellen dus, blijkbaar, anoniempje. Leuke vraag. We gaan door. Kas, ik blijf even bij jou. Want als je nou 1 ding moest noemen, echt maar 1 ding van het Deelsteincollege, dat je zegt, ja, dat is eigenlijk waarom ik daar zit. Daar geniet ik van. Dat vind ik fijn. Wat zou dat zijn? Ja, dan moet ik toch wel voor de sfeer kiezen en hoe leuk ik het eigenlijk hier heb. Want naast de lessen, weet je, het gaat niet alleen maar om leren en om lessen. Je moet natuurlijk ook gewoon plezier hebben. En ja, dat heb ik hier echt enorm. Plezier, fun. Zeker. Mooi. Dan nog een belangrijke vraag, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Veronique, ik ga maar jou stellen. Over de christelijke identiteit van de school. Want we zijn een christelijke scholengemeenschap. Of een christelijke school. Hoe uitzicht dat in de praktijk? Nou, we hebben eigenlijk dagopeningen. Daar gebruiken wij de methode Oase voor. Dus dat betekent dat de docent aan het begin van de dag aandacht besteedt aan iets actueels. Maar het kan ook een stukje uit de Bijbel zijn. Een gedichtje. Even in gesprek met elkaar. Verder hebben we ook vieringen in het jaar, rond kerst, rond Pasen bijvoorbeeld. Maar we geven ook het vak godsdienst.
En dan moet je bij het vak godsdienst niet per se denken dat het alleen maar over het christendom gaat. Maar ook andere geloven worden belicht. Het is eigenlijk ook vooral een stukje levensbeschouwing. Dus in die zin komt het terug, die identiteit. Ja, zeker. Oké, duidelijk. Toch die laptop is ook een dingetje, Albert. Dus dan kom ik even terug bij jou. Ja, online is dat ook een dingetje. Is het ook mogelijk om een eigen laptop aan te schaffen en niet via het Evelstein College te doen? Dat is ook mogelijk. Als je een eigen device hebt en je kunt daar gewoon de programma's op draaien die nodig zijn, dan is dat geen enkel probleem. Hier kun je op internet, we hebben alle faciliteiten. Dus als leerlingen al een eigen laptop hebben, nou dan hoeft dat geen enkel probleem te zijn. Nou, dat is duidelijk. Die krijgen we inderdaad een paar keer, dus waarvoor dank. Dan zien we ook wel op andere scholen dat ze wel naar de school kunnen en fysiek een rondleiding kunnen krijgen. Dat doen wij niet. Nee, helaas. Ik snak ernaar om hier mensen te ontvangen en om mensen rond te leiden. Maar helaas houden wij ons, aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en van de VO-raad. En op dit moment kunnen wij dus nog geen gasten ontvangen. En als dat, zodra dat weer kan, gaan we dat communiceren via de Open Huis app of via de website. En dan kan ik weer afspraken maken en kunnen wij leerlingen rondleiden. Maar op dit moment kan dat dus helaas nog niet. Het gaat gewoon even niet. Nee. Nee, maar zo is het. We moeten het ermee doen. Ja, ja, oké. Okay. Eens even kijken of we nog wat nieuwe vragen binnenkrijgen. Naomi, een vraagje nog aan jou. Welke vakken heb je ongeveer in de brugklas? Jij weet dat misschien, omdat je ze daarin begeleidt. Kan je er een paar noemen? Wordt er gevraagd? Natuurlijk de kernvakken die ik net opnoemde. Wiskunde, Nederlands, Engels. Maar ook Frans, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde. En volgens mij zijn dat ze. Ja. En daarnaast in de keuze krijg je nog vakken onder de streep, zou ik maar zeggen. Misschien even aan Albert vragen. Er is ook beeldende vorming, is er natuurlijk. Engineering of techniek. Godsdienst wordt er gegeven bij ons als een apart vak op het rooster. LO natuurlijk, niet te vergeten. Muziek, drama. Dans is ook even een periode aan de orde. Dus genoeg extra dingen ook. Ja, oké. Dan gaan we het even over toetsen. Die horen er ook bij, toetsen. Hè? Zijn er veel toetsen? Of moet ik veel leren, wordt er gevraagd door de kids. Veronique? Veel toetsen is natuurlijk een beetje een moeilijk begrip. Wat is veel? Nou, we proberen dat eigenlijk niet te doen. Je moet het zo zien, we hebben vier periodes. We hebben vier toetsweken in een jaar. En daartussendoor zit soms wel eens een SO'tje. En misschien heb je wel eens gehoord dat we vroeger meer toetsen hadden. Dat geluid ging wel eens. Dat hebben we eigenlijk heel erg teruggebracht. Toetsen is niet altijd het belangrijkste. Het gaat er vooral om dat we zien dat je het beheerst. Dat kan ook op andere manieren. Dus we zijn veel minder gaan toetsen. En wat ik zeg, we hebben maximaal vier toetsweken in een jaar. Ja, en daar gebeurt het eigenlijk in het meeste. Oké. Goed, we zijn er aardig door de vragen heen. Wat leuk dat jullie al die vragen insturen. Daar hebben we een hoop aan, dank jullie wel. Zometeen krijgen we een ronde 2 en een ronde 3. En wat gaat er precies in die rondes gebeuren? Daar kun je kiezen welke ronde je precies mee gaat beleven, als het ware. Daar kun je kiezen tussen begeleiding is een ronde, of sportpakket, of art en performance, één van de drie. Dan hebben we in ronde 3, kan je opnieuw die keuze maken. Dus je zou eigenlijk 2 van de 3 rondes mee kunnen doen zometeen. Hoe doe je dat nou mee? Je klikt op de link. De link staat in je mailtje. En ben je dat mailtje nou kwijt, waar ik me helemaal voor kan stellen, dan staat de link ook nog op de website. Voor nu eindigen we dit stuk. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Ik wil mijn gasten bedanken. Allemaal voor de deskundige antwoorden eigenlijk. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En hopelijk tot volgend jaar. Tot ziens.